Welkom bij Harmonie Concordia, op weg naar de passie voor Pasen. Ik ben Robin Kouwenberg en ik neem jullie mee in de voorbereidingen van het mooie project De Passie voor Pasen op 6, 7, 8 en 9 april. En hier gaat het gebeuren. Welkom, Maaike Widdelshoven. Dankjewel. Fijn dat je even tijd hebt gemaakt om met ons in gesprek te gaan. Ja, altijd. Kun je even voorstellen aan de kijker? Ik ben Maaike Widdelshoven. Ik ben 48 jaar en ik speel Moeder Maria in De Passie voor Pasen. Is dat een rol die je al eens vaker hebt gespeeld? Nee. Nog niet. Ik heb altijd wel, want ik weet dat Jesus Christ Superstar, de musical, zeg maar, die heeft dan Maria Magdalena in het stuk. En dan was ik, ik vond dat fantastische muziek. Dus die rol had ik nog wel eens willen spelen. Maar daar zit niet echt een moederrol in, daar in die musical. Maar dat ik nou op Brabants land, zeg maar, toch Moeder Maria mag spelen, is natuurlijk superleuk. Ja, ja. Is het een rol die bij je past? Ja, denk het wel. Ja, sowieso een moederrol. Ik voel me heel erg moeder. Ik ben ook moeder, dus... En ook wel na een paar jaar geleden heb ik Moeder Overste gespeeld, hè, in The Sound of Music. En dat is ook wel zo'n wijze vrouw die eigenlijk van alles al weet. En Moeder Maria is wat mij betreft toch een soort van... Jezus is uit haar geboren, zou ik maar zo zeggen. En dus zij heeft een bepaalde bagage. Ja. Lijkt me heel erg leuk om het te doen. Een interessante rol voor je om te spelen. Ja, ja. Je noemt al een aantal voorbeelden, hè, waar je in hebt gespeeld. Waar kunnen mensen je nog meer van kennen? Als we bij het begin beginnen. Phantom of the Opera, West Side Story, Anna Tefka, Elisabeth. Ik heb nog in Willem Ruis de musical gespeeld. Hebben ook in Os gestaan als Ineke Ruis, zijn vrouw. Dat is dus onlangs geweest. En... volgend seizoen kom ik ook weer in Os met Weet Je Nog Wel, een programma voor de wat oudere jongeren, zal ik maar zo zeggen, met Ruud Bos en Tony Neef. En dan spelen we allemaal mooie Nederlandse hits uit, van vooral van het verleden, maar ook wel een paar van nu ongeveer. Okay. Ja. Een hele gevarieerde achtergrond dus. Ja. Gevarieerde bagage. Ja. Kun je iets vertellen over hoe je in het wereldje bent gerold? Hoe is het allemaal begonnen? Ja, jeetje. Oh, als kind zong ik al heel veel en ik speelde gitaar. En ik heb heel veel in Os op straatmuziekfestivals. En gewoon überhaupt, hier ben ik opgegroeid. Hè, dus ik heb hier zoveel gedaan. En op een gegeven moment wilde ik zangeres worden. En toen ben ik zang gaan studeren op het conservatorium. En het liefste wilde ik op toneel, dus echt zingen, spelen, acteren, dansen, dat allemaal tegelijk. Dat is eigenlijk gelukt tijdens mijn opleiding al. Toen kwam ik in Phantom of the Opera. En binnen een jaar mocht ik daar de hoofdrol spelen van Christine. En sindsdien, fantastische rollen. Tot nu. Nu ben ik dan eigenlijk net verhuisd en voor het eerst in mijn hele carrière heb ik een jaar geen productie. Maar wel, ik geef nu les hier in Os op de theaterschool Het Experiment. Ik geef sowieso heel veel privé zanglessen, maar ook heel veel mooie projecten en concepten voor het bedrijfsleven en voor mooie concepten te geven. Dus dat is ontzettend leuk. En volgend jaar dan weer toeren met Weet Je Nog Wel. Wederom dus een hele gevarieerde bagage en achtergrond. Ja. En ook mooie vooruitzichten nog. Ja. Was nou het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Jeetje. Op mij heeft de meeste indruk West Side Story gemaakt. Dat was mijn droomrol ook, Maria in West Side Story. De muziek, eigenlijk alles. Als ik die nog steeds hoor, dan kan ik echt van huilen. Gewoon van dat ik het zo mooi vind. Maar The Sound of Music, 15 jaar geleden, toen ik Maria mocht spelen... Dat was een fantastisch tournee met alleen maar uitverkochte zalen, uitzinnig publiek. Mensen gingen echt bijna op de stoelen staan. Dat was zo leuk om te doen. Zo fijn, ja. En heel veel grote zalen gespeeld? Dus heel ook. Veel grote zalen gespeeld. Maar ik moet zeggen, de kleinere zalen vind ik toch het leukst, hoor. Oké. Okay. Lievekamp en zo, de middenzalen, kleinere zalen. Ja, dan heb je toch meer contact met de mensen.
En heb je al eens in het Hoesebos, Openluchttheater Hoesebos gespeeld? Nee, nee. Dus dat wordt een première? Ja. Kijk. Ja. Wel eens in de openlucht gespeeld? Ja. Kijk. Ja, dat wel. Goede ervaringen mee? Ja, maar ook in de regen en ook in de kou. Ik heb ook echt in een openluchttheater gespeeld, deden we midzomernachts voorstelling. Nou, dat begon pas om 11 uur of zo. Oh, dat was echt koud. Toen heb ik echt onder mijn galajurk nog een zwarte, strakke trui gedragen. En een kool. Ja, het weet niet wat ik allemaal droeg, maar het was zo koud. Dus ja, uiteindelijk is het allemaal heel goed gegaan. Maar dat ook, weet je wel, dat je echt... Ja. We krijgen nu natuurlijk prachtig weer. Tuurlijk. Dat weet nog niemand, maar 6, nee. 7, 8 en 9 april is het schitterend. Ja, zeker. Om 7:15 is het droog. Het is warm nog van de zon die overdag heeft geschenen. Ja. Het wordt hartstikke mooi om te zien, om te doen, om erbij te zijn. Ja. Kun je vertellen hoe je in deze rol, in deze productie terecht bent gekomen? Ja, Astrid kwam naar mij toe, Astrid Radouze, en die zei... hoe zou jij het vinden om de rol van moeder Maria te gaan spelen in De Passie voor Pasen? En ik zei, ja, dat wil ik wel. Dus ja, zo is het eigenlijk gekomen. En ik wist dat zeg maar een aantal andere mensen ook mee gingen doen. Roman van der Werf, die is ook gevraagd. Dat is een collega van mij, musical collega. En daar heb ik mee in Aspects of Love heb ik daarmee op toneel gestaan. Ook een stage entertainment productie. En superleuke jongen. En die heeft ook Goede Tijden, Slechte Tijden gedaan. En ziet er goed uit. Nee, hele mooie Judas krijgen hoor. Ja, knappe vent. Roman speelt de rol van Judas. Ja, en hij kan fantastisch zingen. Ja. Dus ja, daar verheug ik me ook op. Maar ook gewoon op eigenlijk iedereen om me heen. Bab, Jeroen, Maurice, weet je wel. Het wordt echt heel mooi. Ja. Je speelt nu samen met zowel professionals als met enthousiaste amateurs. Ja. Is dat nieuw voor jou of speel je vaker met die combinatie? Nee. Ik heb ook voor Stichting Ons Cultureel ook voorstellingen gedaan. Villa Johanna, of Hotel Johanna. En ja, daar speelden we natuurlijk met iets ook van 60 man amateur. En dan de rest aangevuld met professionele mensen. Ja, weet je wat zo leuk is? Het plezier en het enthousiasme van iedereen die zo'n productie maakt, die is zo groot. En mensen die gaan er gewoon voor. Het is niet dat dat niet is in de professionele wereld, maar het heeft iets zo ontwapenends nog. In de professionele wereld is natuurlijk je werk en je doet het met heel veel liefde. Maar voor een amateur, ja, die komt op dat toneel en denkt, oh, oh, en dat is fantastisch. Ik vind het alleen maar fijn, ja. Dus als je zou moeten kiezen, ik speel alleen met professionals op het podium of ook met amateurs? Nee, dan zou ik sowieso zeggen, voor de afwisseling wil ik dat wel samen doen, zeg maar. De ene keer dit en de andere keer weer dat. Ja. Kijk. Ja. Nou, wat dit betreft is het dus een mooie combinatie heel van beide werelden. Ja. En het wordt een groot spektakel. Doen zoveel mensen aan mee. Natuurlijk ook Concordia met hun harmonieorkest. Hè. Dat is ook leuk om voor hun ook om hun tanden in te zetten. En om muzikaal lekker bezig te gaan zijn met mensen die ook op het toneel moeten zingen. Maar ook te zien wat er allemaal gebeurt. Dat lijkt me ook fantastisch voor hun. Ja, je hebt alles. Ik heb ook met ze gezongen. Je hebt alles eerder met ze gezongen. Ja. Hè? Hoe was dat? Ja, ook heel leuk. Ik hou heel erg van harmonie, fanfares, brassbands, alles. Ja, in die, weet je wel, de Havabra sector zing ik heel graag mee. Ja, vind ik heerlijk. Big bands, ja, heerlijk. En dat is nu natuurlijk zeker aan de orde. Ja, nu ook. En keur aan muzikanten die jullie begeleiden. Ja, klopt, klopt. Je komt eigenlijk hier uit de buurt, hè? Je hebt je roots hier in de buurt. Ja. Ik ben opgegroeid in Os. Mijn broertje is geboren hier en toen was ik 3. En ik woon tot mijn 21ste of zo, mijn 22ste heb ik in Os gewoond. En daarna ben ik verhuisd. Eerst naar Utrecht waar ik studeerde, toen even naar Nijmegen, toen weer terug naar Utrecht. En toen eigenlijk naar Scheveningen. En daar heb ik toen ook 20 jaar ruim gewoond. En nou ben ik terug. Je bent terug in Os? Ja, kijk. Klopt. Dus op de fiets? Op de fiets?
En ook, nou ja, wij wachten nu op onze boerderij in Keldonk. Daar hebben we een boerderij gekocht. En daar gaan we verbouwen. En dat is fantastisch. Het is zo gaaf. En ik voel me echt thuis in Brabant. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Maar toen ik weer hier kwam wonen, toen in één keer dacht ik, oh, ja, dit is hoe het is hier. In de Randstad is alles heel snel en iedereen is een beetje gejaagd en druk. En druk, 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 druk. En hier is het, hoe gaat het in Meulen? Ja, nee. En allemaal praatjes en ook, weet je wel, zo leuk. Gewoon allemaal gemoedelijk. Ook de kindjes zijn allemaal lief en rustig. En nou is Noah in één keer, mijn dochter, die is dan weer de beide handen tante natuurlijk, die uit het westen komt. Maar dat vinden ze allemaal zo leuk en zij ook. Zij vindt het hier fantastisch. Ja. Dus het voelt ook echt als thuiskomen? Ja, zeker weten. Mooi. Ga nooit meer weg. Nou, fijn dat je terug bent. Hè? Ja, dankjewel. Even nog terug naar de passie. Waarom moet nou iedereen komen kijken? Omdat hier in Brabant hebben we zoveel mooi talent. En dat is allemaal komt nu samen in die passie. Dus de dansers, de zangers, de muziek Concordia, onder leiding van Astrid Radoes en Erwin van der Wouw. En onder leiding van Rijn en Mark. En ik vergeet vast nog heel veel mensen. Maar, en dan ook nog een stelletje professionele idioten, zoals ik. We gaan er iets zo moois, zoiets moois van maken. En het, ja, zoals het er nu voor staat, wordt het echt een heel mooi spektakel. Waarin mensen echt ogen en oren tekort komen. Ik ben heel benieuwd. We gaan het allemaal zien. 6, 7, 8 en 9 april. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Met alle voorbereidingen nog. Dankjewel. En we gaan elkaar zien. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel.